Maarten, ja, dan denk je van Benetti is er niet bij vandaag. Dat is misschien een probleem, maar dan bewijs je er wel het tegendeel. Je hebt alles gepakt. Bijna alles. Op het laatste, spijtig genoeg, nog 20 seconden van het einde. De 3-1. Maar dat is dankzij hard werk, samen met Benetti ook en met Dario. Ja, ik wist het van vorige week, had hij het mij verteld, dat ik de kans ging krijgen, dat hij vader ging worden. Dus hebben we ook eigenlijk voor Pietro en zijn kleine ook gespeeld, daarom. Dat was er wel aan te zien. Hè? Hoe start je dergelijke wedstrijd dan? Gewoon eigenlijk zoals elke andere, moet je focus houden. Ik heb enkele dingen die ik voor de match altijd doe, hetzelfde. Ik hou dat bij en ja, gewoon focus op de match. Niet denken dat, alleen, gewoon denken dat je tegen... Het zijn ook mensen, dus je moet niet denken het is Antwerp. Geen extra druk op jezelf leggen, gewoon focus op de match en zien wel. Ja, dat, of wij hadden het zelf al geschreven in onze voorbeschouwing. Ja, alleen Hallegooik is hier komen winnen, dus dat, ja, jullie zijn beren sterk hier. Hè? Ja, inderdaad. Dat was van ons kant dan een off day die dag. Maar voor de rest Hasselt, Charleroi, nu Antwerp. Dat is echt wel heel mooi dat je zo'n reeks kan zetten in het seizoen. Voor het seizoen had ze gezegd, als we een stunt kunnen doen, nu hebben we er... Eigenlijk 3 gedaan, dus dat is perfect. En het is nog niet afgelopen? Hè? Nee, inderdaad. Ja, het is nog niet gedaan. Ik weet nu niet de resultaten van vandaag. We zullen zien, spijtig van vorige week. Misschien op het einde hadden we nog tegen Lier kunnen winnen. Had het vandaag met deze overwinning bij had heel mooi geweest. Maar we zien wel elke week gewoon onze match spelen en we kijken wel op het einde waar we staan. Real Noorderwijk wint en Lier, die wedstrijd is stopgezet en zal waarschijnlijk verloren worden door Lier. Oei, ja. Oké, okay, ja. Dan zien we wel. Maar zoals ik zeg, elke wedstrijd moet opnieuw gespeeld worden. Volgende week moet de focus terug. Is het op Hasselt? Wie weet, moeten we ook alles aan doen. En voilà. Heb je nog goede raad meegekregen? Want ja, misschien weinigen weten het natuurlijk, maar ja, jouw vader is niet de eerste en de beste. Het is natuurlijk een andere sport, maar hij geeft altijd raad mee. Hij zegt gewoon voor de match altijd, hou je focus. Gewoon geconcentreerd blijven, geen zotte... Dingen doen, gewoon bij de match blijven en je ziet wel. En je hebt dat heel goed gedaan. Dankjewel. Ik heb mijn best proberen doen en dat is ook dankzij de ploeg. Ze hebben er ook 3 ingestampt. Dus, en dat er soms nog meer kunnen zijn ook. Dus echt chapeau voor het ganse team wat we vandaag op de mat gebracht hebben. Allee. Tot slot is het toch wel een feestje waard, denk ik dan. Ja, inderdaad. Zeker. Dit is zeker een feest waard en dat gaan we straks in de kleedkamer zeker doen.